en die zelfs nog in zekere zin groter wordt, maar die binnen de structuren van de SPA niet tot uitdrukking kan komen. Ten derde, een diepe politieke crisis in België, zonder voorgaande, die zich nog eens bovenop ecologische crisis, financiële crisis, energiecrisis wereldwijd hebben we hier in België dan nog die hallucinante politieke impasse. En je merkt ook dat mensen zich massaal beginnen af te keren van de politiek in de zin van de traditionele partijpolitiek, zoals we hem vandaag de dag kennen. Maar dat dat niet wegneemt, dat heel veel jongeren en heel veel mensen zich wel degelijk bewust zijn van het enorme gevaar dat in die politieke impasse schuilt. En van het enorme gevaar dat er is als we niet op een bepaald moment daar paal en perk kunnen stellen aan het feit dat er een rechtse pletwals over Vlaanderen aan het rollen is, die blijkbaar niemand kan tegenhouden, waar een partij zoals de N-VA peiling na peiling alsmaar meer stemmen haalt en alsmaar meer in haar discours ingang doet vinden, wat niet alleen een Vlaams nationalistisch discours is, helemaal niet, maar wat ook en misschien zelfs vooral een zeer rechts sociaal-economisch discours is, dat rechtstreeks door Vlaamse werkgeversorganisaties op papier werd gezet en aan de Wever en compagnie wordt ingefluisterd. Dus aan de ene kant zien we dat de noodzaak er is van een linkse tegenmacht te gaan vormen. Ten tweede zien we dat datgene wat we geprobeerd hebben binnen de SPA, dat dat weliswaar nuttig en zelfs noodzakelijk is geweest, maar dat dat vandaag de dag op zijn limieten botst. En ten derde merken we dat er in de maatschappij toch de roep naar een andere mogelijkheid om de linkerzijde terug aan bod te laten komen, dat die er wel degelijk is. En daarom denken we met Rood vandaag van een nieuwe etappe te gaan moeten aanvatten, waarbij we zeker en vast niet de rug keren naar de SPA-basis. Wij hebben tot nader order mensen die lid waren van SPA Rood. Wij hebben op geen enkel moment een oproep gedaan om te zeggen van jullie moeten nu allemaal massaal ontslag nemen uit de SPA. Nee, Rood is ook geen nieuwe politieke partij. Dus het lidmaatschap van andere linkse partijen of organisaties waarvan het programma natuurlijk niet direct in tegenspraak mag zijn met de doelstellingen van Rood. Maar dus Rood is een beweging waar het lidmaatschap van andere politieke partijen tot nader order compatibel mee is. Maar we zien vandaag wel, we schatten de noodzaak om een nieuwe, geloofwaardige politieke linkse kracht ter linkerzijde op de rails te zetten in Vlaanderen. Die noodzaak die schatten we heel hoog in. En Rood zegt dus, wij zijn een beweging die daaraan wil bijdragen, die daar echt een substantiële bijdrage wil aan leveren en aan kan leveren, net door het voortraject dat we binnen de SPA hebben afgelegd. Maar we gaan dat ook niet alleen doen. We zullen dat niet alleen kunnen doen. We zullen met verschillende krachten ter linkerzijde, andere linkse partijen, linkse bewegingen, het middenveld zoals men dat noemt, sociale bewegingen, sociale organisaties en dergelijke, de handen in elkaar moeten slaan om dat waar te maken. Dus het is een open project. Het is een, laten we zeggen, ook op het politieke, programmatorische vlak, zou je kunnen zeggen om met een ICT-analogie te spreken, het is eigenlijk open source. Hè? Dus er is al wel wat. Er is al wel wat geschreven, maar nog niet alles is geschreven. Het is open source, dus je kan daar zaken aan toevoegen. En we gaan ook geen dode letter laten. We gaan ook trachten van die participatie van mensen aan de politiek, die vandaag natuurlijk echt op een historisch laag niveau staat, gaan we trachten binnen onze beweging Rood terug te maximaliseren. En ook daar denken we dat hedendaagse ICT-platformen er eigenlijk uitermate in voor geschikt zijn om een voortdurende interactie tot stand te brengen tussen mensen, om op die manier in feite
een koers te bepalen, een politiek programma uit te werken, eigenlijk intern democratisch, maximaal democratisch en transparant te werken. Voilà, dat is een beetje in een notendop het roodproject zoals het er vandaag voor staat. We zijn zeer pril, we zijn zeer jong. Hè. We hebben eigenlijk onze start genomen eind april, dus we zijn 6 weken oud. Op het materiële vlak beginnen we from scratch. Hè. Dus het is echt, we hebben natuurlijk SPA Rood kerngroepen die verder aan de kar blijven trekken. Er zijn nieuwe mensen die ons vervoegen. Maar dus alles is momenteel nog vloeibaar. We zijn ons als beweging echt aan het vormen. Dus we zullen ook nog niet direct kant-en-klare antwoorden misschien niet hebben op alle vragen die jullie daarover te stellen hebben. Het voordeel daarvan is, je kan dat project vandaag de dag zelf mee vormgeven. Ook op het financiële vlak moet je er echt bewust van zijn. Er staat geen organisatie of beweging voor u klaar. Alles moet van de grond af worden opgebouwd. Dus ook op het financiële vlak, in naar hier rijden, heb ik gehoord op de radio dat er ergens een tekening van Enstor geveild is geweest voor 132.000 euro. Dus als er iemand op zijn zolder nog ergens een tekening van Enstor zou hebben liggen, alles is welkom om ons ook de materiële middelen te verschaffen om ons project waar te maken. Want het is ambitieus. Het is ambitieus. Het is een ambitieus project. In die zin, als je vaststelt dat vandaag de linkerzijde er helemaal niet staat in Vlaanderen, en dat wij als ambitie hebben, weliswaar samen met anderen, maar dat wij toch als ambitie hebben om dat vacuüm te gaan invullen binnen dit en een aantal jaren. Ja, dat is een zeer hoge ambitie en daarvoor zullen we jullie allemaal nodig hebben. Dank u.